Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Ja, na de vrijdag ook de maandag-update gewoon eventjes. Had ik ook al beloofd, want vandaag gaan we praten met Bram Nuiting. Want die was eindelijk dan weer terug hier op de Goffert. Afgelopen vrijdag ontbrak hij nog tijdens de eerste training. Toen zat hij nog in Italië. Maar vandaag stond hij dan weer op het veld. Kijk, en daar ontmoette hij ook weer natuurlijk oude bekenden. Lasse Schöne en ook Jasper Sillissen van de tijd toen hij hier nog voetbalde. En ook lekker eventjes om natuurlijk met de andere spelers kennis te maken met een balletje trappen en ook eventjes wat aan de conditie werd gedaan. Hey, Jasper Sillissen was er dus ook weer bij. Ja, die ontbrak ook bij de eerste training en dit weekend nog. Trainde toen binnen, maar het gaat dus alweer wat beter. Philip Sandler, die is er niet bij. En om nou niet gelijk alle geruchten de wereld in te gaan. Nou, die trainde gewoon binnen, heeft last van een blessure. Dus was vandaag binnen aan het trainen. En dan Bram Nuiting terug dus weer op de Goffert. Ja, heel mooi natuurlijk. Het is nu 11 jaar geleden dat ik ben weggegaan hier. Best wel wat veranderd. Maar aan de andere kant is het ook weer is het ook wel weer thuiskomen en voelt het ook gelijk heel vertrouwd. Dus nou ja, hartstikke mooi om terug te zijn. Ja, nou ging jouw naam al vaker natuurlijk rond. Hè? Nog niet zo lang geleden ook in de media zei van nou, ik wil eigenlijk nog wel het liefst in het buitenland spelen. Maar toch ben je nu hier. Ja, klopt. Nou, ik had... Als je er zo lange tijd in het buitenland zit, dan weet je dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je moet gaan kiezen, wil je terugkomen of wil je toch nog in het buitenland blijven. Nou, een paar maanden geleden heb ik met mijn vrouw overlegd en we wilden eigenlijk nog wel een jaar in het buitenland blijven. Maar dan, na volgend jaar zouden we dan sowieso terugkomen. Nou, toen kwam op een gegeven moment de optie NEC. Ik heb vorig jaar ook met NEC gesproken, we hebben contact gehouden. Er is altijd wel een band geweest tussen ons. Dus... Ja, dan ga je nadenken, je gaat met NEC praten, je gaat luisteren, je gaat kijken hè, wat zijn de plannen, hoe staat het ervoor. En het voelde gewoon heel goed. Voelde voor mij heel goed, voor mijn familie voelde het goed. Ja, ik heb nu net sinds 11 maanden een kleine gekregen en ik denk dat het ook goed voor hem zou zijn als wij terug zouden komen. Dan maakt het allemaal wat makkelijker. Ja, en NEC is gewoon wel mijn thuis, hè. Nijmegen is mijn thuis. Ik heb het wel gemist. Ja, je zegt de keuze werd makkelijk. Ja, je weet natuurlijk, de supporters die riepen al wat langer om je natuurlijk. Dus is dat dan ook wel lekker? Dat je dan denkt van nou, dan kies ik toch maar voor het veilige Nijmegen? Ah, dat vind ik wel grappig, want ik vind dat dus niet veilig. Ik vind dat, zoals wat Lasse en Jasper hebben gedaan. Dat is natuurlijk, je komt terug, je bent lang weg geweest. Je hebt bij clubs in het buitenland gezeten. Je hebt heel veel ervaring opgedaan. Dus er wordt heel veel van je verwacht. Dat is bij Jasper zo, is bij Lasse zo en dat gaat bij mij ook zo zijn. Dus die druk gaat uiteindelijk hoger zijn. Want je wilt met NEC naar een hoger niveau. Je wilt groeien als team zijn, als club zijn. Ja, en dan haal je spelers terug. Dus ja, voor die spelers gaat die druk soms ook hoger zijn. En ik vind dat lekker, ik vind dat mooi. Want daarvoor kom je ook terug omdat je iets wil bereiken. En je wil sowieso verbeteren met de club. Maar daarom vind ik het niet veilig om deze keuze te maken om terug te keren. Want ik denk dat die druk alleen maar groter gaat worden. En ik denk dat er veel meer van je verwacht wordt. Dus ja, veilige keuze vind ik het niet. Nou, je zegt je komt met oude bekenden natuurlijk terug. Speelt er dan nog een rol dat je denkt van hey, vind ik eigenlijk wel leuk om met Lasse en met Jasper te spelen weer? Ja, heel erg. Want toen ik op een gegeven moment met Carlos aan het praten was een paar maanden geleden, hadden we contact aan de telefoon. Carlos had contact ook met mijn zaakwaarnemer. Ja, en toen zat ik nog in de fase van wist ik het nog niet, hè? Ga je nadenken. Ja, en toen op een gegeven moment kregen we het over Lasse en over Jasper. En toen dacht ik, ja, dat zijn jongens ervaring. Het zijn twee spelers met echt heel veel kwaliteiten. Dus dan vind je dat eigenlijk ook wel mooi om dan ook weer met hun samen te spelen. Dus ik had ook tegen Jasper en tegen Lasse gezegd van kijk, zij zijn wel belangrijk geweest in mijn keuze. Omdat je weet dat je ook een jonge groep hebt. Maar dan heb je ook wel jongens nodig als Lasse en Jasper. En dat was voor mij wel belangrijk, ja. Ik neem aan dat je erg verheugd bij jouw terugkomst in de Goffert. Ja, geweldig. Natuurlijk voor de supporters om daarvoor te spelen weer. Ik heb heel veel vrienden die over NEC zijn natuurlijk, familie. Ik kom zelf uit Nijmegen, dus het is wel speciaal om dan weer in de Goffert te spelen. Ja, Bram kijkt dus uit naar die eerste wedstrijd, zeker hier in de Goffert. Dat wordt weer een belevenis voor hem. Dan nog even spitsennieuws. Ja, die Japanse spits, hij is in Nederland gearriveerd. Dat zagen we al op zijn Instagram-account. Hij is ook al medisch gekeurd, dus hij zal in ieder geval vandaag of morgen gepresenteerd worden door NEC. Die zal dan ook aansluiten bij de selectie. Was hem weer voor vandaag. We zijn er deze week nog vaker met een update, met ook een bijzonder verhaal van oud-Surinaamse profs die hier in Nijmegen in het Goffertstadion waren. Onder andere spraken ze daar met Ulrich Krune.
oud-speler van NEC natuurlijk. En Desmond Gemert, ook oud-speler van NEC. En daar hebben wij ook mee gesproken. En dat dan weer in de volgende update. Graag tot dan.